Ik ben Inge Aanstoot. Ik ben beeldend kunstenaar. Meestal schilder ik. En mijn werk gaat heel erg over het vertellen van verhalen. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de geschiedenis. En om dat te vergelijken met het heden. Om te kijken hoe de geschiedenis zich herhaalt. Maar ook in natuur versus cultuur. Nature, nurture. Bijvoorbeeld ook de verschillen en overeenkomsten tussen wetenschap en religie. Hoe mensen met rites omgaan. En al dat soort dingen doe ik op heel triviale wijze in hele grote schilderijen stoppen meestal. Nou, ik ben begonnen met deze muurschildering. Het gaat over het bezette gedeelte van de geschiedenis eigenlijk. Hoe Rotterdam tijdens de bezetting was. En zoals altijd ben ik begonnen met gewoon heel veel plaatjes en verhalen te verzamelen. En dat doe ik digitaal op papier, allerlei. En dat stapelt zich op en dat wordt langzaam een nieuw beeld. Vaak maak ik een collage. Soms is dat letterlijk, van dit keer is dat vrij letterlijk gebeurd, een paar zelfs. Waar ik dan mee ga schuiven. Soms is dat wat meer in gedachten met alleen een paar kleine krabbeltjes en schetsjes. En dan komt dat wel naar buiten. Hey, goedemorgen. Hoi, Arie. Hoi, Inge. Hey. Nou, we zijn bij de Riviera Hall. Ja. Prachtig. Ga ik me even naar binnen? Ja, laten we het maar doen. Het is niet zo lekker weer. Ja. Goed, Inge. We lopen hier in de tropische plantenkast van Diergaarde Blijdorp. Ik kwam hier als kind veel. Heel veel Rotterdammers natuurlijk ook. Want het is natuurlijk een heel bijzonder gebouw, Diergaarde Blijdorp. Het is uit 1940, dat is heel typisch natuurlijk, ja. Want heel het centrum was gebombardeerd en ook de oude diergaarde. Maar deze was al gebouwd, hij was bijna klaar. In december is die geopend. Wat ik heel opmerkelijk vind is dat er dus tijdens de oorlog allemaal evenementen plaatsvinden in de dierentuin. Hoe zit dat? Want mijn beeld van de oorlog is heel erg bittere ellende en honger en problemen. Nou, in eerste plaats. Dat beeld wat je dan hebt van de oorlog, dat is vooral beïnvloed door de laatste oorlogsjaren. Hè, met heel veel chaos en ellende, de razzia, verzet wat aanslagen pleegt, hongerwinter. En dat beeld is heel erg blijven hangen, waardoor het begin van de oorlog, behalve dan het bombardement uiteraard, wat is weggezakt. Na het bombardement is er toch een soort vreemde situatie ontstaan, dat mensen, ja, natuurlijk geen huizen, want er was niks meer, alles moest opnieuw worden opgebouwd. En als je dat gaat doen, mensen werken natuurlijk keihard om het allemaal weer op te bouwen. Is er ook behoefte aan ontspanning en vertier. En dat was er niet veel meer in Rotterdam, want alle bioscopen waren weg, alle grote ruimtes waren weg, grote zalen. Allemaal in dat centrum? Ja, dat zat allemaal in het centrum. En het voordeel van de diergaarde was, die was net nieuw, maar die lag ook buiten het centrum in de wijk Blijdorp, hè, waar we hier natuurlijk nu zitten. Dat was de enige grote overdekte zaal, de Riviera Hall. Daar kon je allerlei grote evenementen houden en die werd daar ook vrij vaak voor gebruikt. En ja, dat is natuurlijk een eigenaardig fenomeen wat je dan ziet. Wat je niet met de oorlog associeert, dat mensen gewoon gezellig uitgaan. Ja. Of gezellig gaan eten of naar een modeshow gaan, zoals hier ook gedaan werd. Er werden hier modeshows. Modeshows georganiseerd. Ja, ja. En wat nog meer dan? Balletvoorstellingen, muziekvoorstellingen. Er was natuurlijk ook geen concertzaal meer, dus dat werd ook gedaan. Maar bijvoorbeeld ook, en dat is natuurlijk weer die spanning die je dan een beetje ziet, werden hier ook grote bijeenkomsten gehouden door de NSB, de Nationaal Socialistische Beweging, hè? De foute Nederlanders, ja. Zeg maar. Dus die vergaderden hier en er kwamen de kopstukken uit het hele land van de partij kwamen hier spreken. En dan zat die hele zaal vol met aanhangers van de NSB. Stop heel graag heel veel dingetjes in een werk en hoe meer je erin gezogen wordt, hoe meer je erin ziet. En ik hoop ook dat een bezoeker dat zal doen. En naarmate je meer in een schilderij gezogen wordt en meer verschillende dingen ziet, dan kun je er steeds meer verhalen mee maken. En dat is eigenlijk ook wat er in het echt, denk ik, gebeurt. De eerste blik op de oorlog is, heel erg bombardement, hongerwinter, tulpenbollen, kinderen naar het oosten van of naar het noorden van het land sturen. Maar hoe langer je het erover hebt, hoe meer je erachter komt wat voor andere verhalen eraan zitten. Dat mensen heel graag uitgingen in het begin en dat de economie op leek te bloeien. En hoe langer je in een verhaal duikt, hoe complexer het eigenlijk wordt. En dat heb ik veel meer in deze geschiedenis gevonden dan ik in eerste instantie had gedacht.